Milan Brons, nou, we zijn inmiddels 2 uur ongeveer na de finish. Want ik sprak je direct na de finish, maar dat ging niet helemaal goed qua opname. Maar ik denk dat je nog steeds even tevreden bent, hè? Want je hebt echt wel een lekkere race gedraaid. Ja, zeker. Heel erg tevreden over de race vandaag. Het was natuurlijk een beetje een gekke gewaarwording dat het een duathlon werd. Daar hou je in eerste instantie niet rekening mee. Maar goed, ik denk dat het toch wel de juiste beslissing was met de kou van vanochtend. En gisteren voelde je dat wel aankomen, denk ik, toch? Toen wist je het wel of niet? Ik voelde het eigenlijk vorige week al aankomen. Ik had een beetje de voorspelling gezien. Ik dacht van nou, dat zal me niet verbazen als dat nu het duathlon wordt. Dus ik had me er eigenlijk al op ingesteld. Dus het was niet echt een verrassing dat toch een duathlon werd, nee. Is dat lastig dan, ook al zag je het dan een beetje aankomen, maar je bent natuurlijk gespecialiseerd op die lange afstand. Niet per se onverdienstelijk ook. Almere was natuurlijk een topwedstrijd. Je laat wel echt je vorm zien. Maar dan kan ik me voorstellen dat je niet echt blij bent met beginnen met 4 kilometer in hoog tempo rennen. Nee, dat was inderdaad wel eventjes pittig voor het lichaam inderdaad. Voor 3 weken doe ik een hele Ironman in Texas. Dus ik ben nu volle bak aan het trainen voor de long distance. En ben niet aan het trainen voor een sprint-triathlon, zeg maar. Dus dan is 4 kilometer op hoge snelheid wel even pittig. Zeker als er wel jongens meedoen van korte afstand inderdaad. Veel mensen maken de switch een beetje. Maar ondanks dat had ik gewoon wel voor mij nog lekker kunnen lopen. En ik heb redelijk goed de aansluiting kunnen behouden met de eerste grote groep. Dat was echt een grote groep. Fietsen ging gewoon echt heel erg goed. Eigenlijk gewoon de hele tijd een prima gevoel. En continu van voren, behalve dan de 3 koplopers, maar continu van voren lekker meegereden. Was wel bijzonder in zo'n hele grote groep fietsen. Ja, maar hoe was dat inderdaad? Ja, het is omdat je maar 4 kilometer gaat lopen, dan is het verschil natuurlijk met alle deelnemers niet zo heel groot. Als je normaal gewoon gaat zwemmen, is dat iets groter misschien. Dus daardoor was het wel de hele tijd een veld wat dicht bij elkaar zat. En het is heel moeilijk, tegenwoordig iedereen zo'n hoog niveau, het is dan heel moeilijk om een verschil te maken op de fiets. En een paar jongens is dat wel gelukt, maar er bleven gewoon een hele grote groei bij elkaar. Helaas inderdaad ook wel wat penalties hier en daar voorbij horen komen. Dus dat is altijd vervelend en jammer natuurlijk. Maar goed, ik was er helaas gelukkig van bespaard gebleven vandaag. En zo proberen zo netjes mogelijk te rijden, ondanks dat heel moeilijk is in zo'n situatie. Maar goed, het fietsen ging gewoon heel erg lekker en dan begin je aan die halve marathon, ondanks dat je al 4 kilometer hebt gelopen. Voelt dat anders dan? Nou, eigenlijk niet. Nee, in mijn geval vandaag in ieder geval niet. Misschien in andere gevallen wel, maar vandaag heb ik daar niet echt veel aan gedacht. Misschien omdat ik juist heb getraind voor de hele, is dat misschien wel iets in mijn voordeel geweest. Maar die halve marathon ging eigenlijk heel erg goed. Ik heb nog nooit in een soort van multisportverband, triathlon, dit was een duathlon natuurlijk... Nog nooit zo sterk een halve marathon gelopen. Volgens de timing, ik had er straks gekeken, zei die 1:13:30. Dus, 12 geloof ik, dacht ik dat ik zag zelfs. Nou, dat zal misschien wel iets te snel zijn. Maar volgens mijn timing die ik online zag, zag ik 1:13:30 staan. Ja, mijn vorige PR van vorig jaar stond op 1:17. Dus dat is dan een flinke verbetering. Afgelopen winter heel erg gefocust op het hardlopen. Om dat te verbeteren. En dat lijkt nu de goede kant te gaan. Een mooie bevestiging vandaag van de verbetering. Dus ja, blij mee. Wat zijn jouw doelen wat dat betreft? Want ik noemde het net al, Almere was je vorig jaar echt sterk een paar seconden eigenlijk boven die magische grens van de 8 uur. Nou ja, je noemde zelf net al over 3 weken dan weer een hele in Amerika. Zit die magische grens van 8 uur bijvoorbeeld ook in je hoofd of ben je daar niet echt mee bezig? Nou, het zou natuurlijk wel mooi zijn als die er ooit wel gaat komen. Maar ik ben er niet per se bezig van dat moet nu gaan gebeuren. Ik ben vooral bezig om mezelf te proberen te verbeteren. Het is ook niet echt per se het parcours daarvoor daar, denk ik, hè? Nee, het is het ene jaar wordt er heel snel gereced. Het andere jaar ook weer niet. Dus het is heel erg afhankelijk voor mij van de omstandigheden daar. Maar we gaan het wel zien over een paar weken. En ik ben me vooral bezig geweest om mezelf zoveel mogelijk te verbeteren. En vooral naar Almere gekeken van hey, het lopen, dat kan ik het meest verbeteren, denk ik. Relatief gezien. Dus daar echt flink de focus op gehad afgelopen winter. En dat lijkt nu goed uit te pakken. En ik ben heel benieuwd hoe dat op een hele triathlon gaat uitpakken. Volgens mij heb je best wel de juiste man ook om je heen. Want je bent hier aan het race geweest met Ruben Sepunko onder andere. Waarmee je lang getraind hebt. En volgens mij ook nog een tijdje doorgaat. En laatst met niemand minder dan de grote man, Jan Frodeno. Ja, klopt. Ik kom net 2 dagen geleden terug uit de bergen van Andorra inderdaad. 3 weken lang op 2000 meter gezeten. En voor de eerste keer. Ja, misschien heeft dat vandaag ook wel meegeholpen dat het zo lekker ging. En inderdaad, Jan die zag dat wij in Andorra waren. Dus die dacht van, dan wil ik ook wel even komen. Dus nee, grappig. Jij mag ook gewoon Jan zeggen. Ja, nou ja, ik heb in 2020 al 2 maanden met hem getraind, bijna dagelijks. Dus nu een klein beetje ken ik hem dan wel een beetje. En het is natuurlijk wel ongetwijfeld, het is natuurlijk super gaaf als je die man dagelijks een beetje tegenkomt en mee praat. En
Ik wil nog net niet zeggen op de koffie gaat, zeg maar. Maar goed, ook in Andorra hebben we een paar keer met hem gezwommen. En dat is super, super tof. En ik heb een hele lange fietsrit samen met z'n tweeën gedaan. Dus dan ga je over van alles en nog wat kletsen. En hier en daar ook wat kleine tips krijgen. Dus dat is heel erg tof natuurlijk. Ja, dat wilde ik inderdaad vragen. Want los van dat het tof is, kan ik me ook voorstellen dat het je als atleet ook wel echt serieus beter maakt om met dat soort mannen te trainen. Ja, nee, zeker. Kijk, ik heb niet het niveau van Jan Frodeno, dus eigenlijk is nog niet. Ik weet niet of ik dat ooit ga behalen. Maar momenteel is hij gewoon natuurlijk net wel een stapje beter dan dat ik ben. En dan is het wel mooi dat je tijdens de trainingen dat je kan optrekken aan dat soort mannen. Daar word je gewoon beter van. En dat is toch iets beter dan als je alles in je eentje moet doen. Dus dat is natuurlijk heel erg tof als je zulke mannen om je heen hebt om mee te trainen. Ja, zeker. En dan is een wedstrijd als vandaag echt wel een mooie opsteken richting dus Amerika over 3 weken. Ja, nee, zeker. Het is nogmaals een groot persoonlijk record op de halve marathon gelopen in een multisportverband, zeg maar. Dus dat is heel erg mooi om mee te nemen. En het gevoel was gewoon de hele tijd heel erg goed. Geen problemen gehad. En die ga ik wel meenemen over 3 weken. We volgen je dan weer. Tot dan. Dankjewel.